voorjaar is begonnen en dat betekent dat we weer lekker in de tuin aan de slag kunnen. En vandaag gaan we dat ook doen. We gaan namelijk zelf kruiden, groentes en bloemen zaaien. Waarom zou je nou zelf zaaien? Nou, gewoon omdat het super leuk is. Je begint letterlijk met niets, althans heel erg kleins. Dan zie je zelf de natuur tot wasdom komen. Je hebt in de supermarkt natuurlijk een heel beperkt assortiment. Dat is jammer, want er is zoveel meer wat je kan zaaien. Ik heb hier allemaal te gekke soortjes. Cherry tomaat, de Black Russian, Roma tomaat, worteltjes, zwarte Spaanse. Echt super cool. En eigenlijk alles wat je nodig hebt, is zaadjes en goede zaaigrond. Goede zaaigrond moet eigenlijk heel erg luchtig zijn. Het moet goed vocht vasthouden. En planten moeten goed kunnen wortelen. Nou, die zaaigrond kun je kant-en-klaar kopen, maar je kan het ook zelf maken. Hier heb ik bijvoorbeeld wat tuinturf. Dat is voor de vocht. Vervolgens doe ik er wat perliet bij. Dat is om het luchtig te maken. En dat mix je dan door elkaar. En dan doen we er nog een klein beetje gewone grond uit de tuin bij. Dat is voor schimmels en bacteriën, zodat de planten weerbaar worden. Nou, de verhouding is ongeveer 1/3, 1/3, 1/3. En dan heb je een hele goede zaaigrond. En de grap is, dan moet het natuurlijk in een potje of een bakje. Nou, dan kun je gewoon oude plantenbakjes voor nemen. Of ja, wc-rollen, die doen het ook goed. Die kun je ook gewoon vullen. Dat doe je zo. En vervolgens de zaadjes erin doen. Maar je hebt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld oude eierdozen, die doen het ook altijd goed. Of speciale geperste bakjes van organisch materiaal. Als het plantje dan gaat kiemen en wat groter wordt, groeien de worteltjes er zo doorheen. Dan kun je ze met bakje en al in de grond planten. Zaaien kun je al vanaf februari, maart. Het enige waar je op moet letten is vorst en kou. Sommige plantjes kunnen daar tegen, als deze prei. Die heb ik al gezaaid en die begint ook al een klein beetje op te komen. Andere plantjes kunnen daar niet tegen. Een voorbeeld daarvan is tomaat. Nou, geen zorgen, want je hebt ook hele kleine kastjes. Zoals deze, die kun je dan binnen op de vensterbank zetten. En dan kun je de plantjes als het ware voorkweken. Kijk, deze is ook tof, de latiërs of de siererwt. En je kan het je bijna niet voorstellen. Nu is het nog een zaadje en dan gaat die kiemen. Maar van de zomer gaat die helemaal klimmen. Echt een geweldige plant. En dan moet je niet diep willen zaaien. Vaak twee keer zo diep als het zaadje groot is. Dus eigenlijk wel aan de oppervlakte. Dit is het dekseltje, er zitten schuifjes op. Nee, in principe moet je de bakjes licht vochtig houden, maar het moet ook alweer een klein beetje kunnen ventileren. En dan gaan ze natuurlijk kiemen. En dan ga ik je verder vertellen wat de volgende stap is. Dus tot dan.